De film begint gelijk goed met de verjaardag van Koos van Ravenstein, een van de leerkrachten van de Schaapmansschool aan de Winsingel. Dit is Joke Lussen, een van de hele leuke juffen op de Schaapmansschool. En zij was precies waar de Schaapmansschool voor stond. Ook aan de Winsingel was een soort Jena-plan al bezig. Je ziet hier in de klas de tafeltjes niet klassikaal naast elkaar staan, maar eigenlijk door elkaar heen. Er werd in groepjes gewerkt en er werd samengewerkt. En iedereen werkte ook op zijn eigen tempo, aan zijn eigen werk. Ik zat in boekje B, terwijl iemand anders in boekje C of D zat. Ik heb nog wel eens geprobeerd om de B te veranderen in een D, maar dat had Charles van Olé snel door. Ik heb zelf niet zo heel lang aan de Winsingel op school gezeten. Het was een noodgebouw, een beetje grijs van kleur. Er lag blauw zeil op de grond, kan ik me nog herinneren. En er waren leuke fietsenstallingen waar we ons altijd in op konden houden. Een deel van de fietsenstallingen is op een gegeven moment ook omgebouwd als studio. En ook dat kan ik me heel goed herinneren. Charles van Orlé was een van de leerkrachten die altijd in de weer was met apparatuur. En wat ik heel interessant vond, hij had ook twee walkie-talkies. En daar probeerden we eigenlijk altijd, die probeerden we altijd te ontfutselen om daarmee te kunnen spelen op het schoolplein. Zojuist zag ik Antoine Bruinings nog voorbij komen. Nou, hier zie ik mijn zus Manon even voorbij springen. Er werd heel veel aan muziek en dans gedaan in de groep. Er waren altijd weekvoorstellingen, meestal aan het einde van de week. En door de week mochten we daar altijd voor oefenen. Met veel verkleedpartijen en veel leuke zang en dans. Zojuist Philomena. Philomena was een leerkracht uit Suriname. En dat vonden we ook heel bijzonder. Want dat zag je niet zoveel natuurlijk op de scholen. Jan Verbeek was in 1973 het hoofd van de school en hij was ook degene die van het klassikale onderwijs overschakelde naar het Jena-plan onderwijs. En zoals je kan zien hier was er weinig sprake van klassikaal onderwijs. Er werd veel in groepen gewerkt en heel veel met beeldmateriaal. Je ziet op de achtergrond op het bord ook allerlei dingen hangen. We moesten met heel veel plaatjes werken en mochten tekeningen maken. En er werd heel veel nadruk gelegd op het ontplooien van de creativiteit. Dan hebben we Philomena weer. Philomena was altijd heel erg van de zang en de dans. En het leuke was dat wij met verschillende leeftijden al in één groep zaten. We hadden dus niet echt klas 1, 2 en 3, maar we zaten met verschillende leeftijden door elkaar heen op verschillende niveaus. We gaan het Antoine Bruinings met de geluidsinstallatie in de weer. Links zien we Leonie van Waaienburg. Heel veel.
Met het witte overhemd naast Leonie van Waaienburg is Robbie Kamp, die vertelt. En hier zit met de blauwe broek Carla Hofman. En links komt dan hier Kali Lorsé in beeld. Nou, dit ben ik zelf. Wordt geïnterviewd door Heske van Veen. En Heske was toen mijn dikke vriendin. Trok altijd samen op, eigenlijk tot aan de middelbare school zo'n beetje. Paula Zimmerman eet drop. Ik had echt heel veel te vertellen toen, dat is duidelijk. Dit is Koos van Ravenstein weer, die wat administratie doet in zijn kantoor. Filomena Cheng, die iets opzoekt in de dossierkast. En Joke Lussen, die lekker op het gemakje op de verwarming zit. Ik weet dat die verwarmingen waren heel warm. Er kwam heel veel warme lucht uit. Rechts Ada van Beuningen. Het is tijd om naar huis te gaan, want de schooldag is voorbij.